En dan wil ik graag voor de winnaar van degene die de meeste kilometers aflegt, een plaats aanbieden in deze auto bij de start van de Italië in Apeldoorn op 6 mei. We zijn in Apeldoorn bij de start van de Giro d'Italia. En deze oproep van Bram Tankink was natuurlijk niet aan Dovemans oren gericht. Want tijdens het Locarda-uit hebben veel deelnemers hun uiterste best gedaan om zoveel als mogelijk woonwerkkilometers te fietsen. Om deze mooie prijs in de wacht te slepen. Dit is Paul, de gelukkige winnaar. Ik voel me hier als een koning. Hij reist iedere dag 31 kilometer heen en terug naar zijn werk. Normaal afwisselend met de auto en de fiets. Maar tijdens het Locarda-uit uitsluitend met de fiets. Dan maak je dus aardig wat kilometers. Woon-werkverkeer 1140, geloof ik. Volgens onze gegevens fietst hij er 1116, Paul. Ja, maar dan heb ik ook nog de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik heb ik ook nog gefietst. Oké. En waarom doe je mee met het Locarda-uit? Er zijn vaak mobiliteitsplannen waarin aangegeven wordt dat mensen uit de auto moeten en met het openbaar vervoer moeten gaan. Maar fietsen, dat wordt echt vaak vergeten. Daar wil ik graag wat meer aandacht voor hebben. Maar wat maakt fietsen naar je werk dan zo leuk? Als je 's ochtends achter je bureau kruipt, dan heb je echt een voorsprong op de mensen die met de auto of met het openbaar vervoer zijn gekomen. Je voelt je echt heel goed, je voelt je heel fris. En met lekker weer zit je echt te popelen om weer op de fietsen te kunnen stappen. En als het nou geen lekker weer is? Kou en regen kan je heel goed verkleden. Alleen de wind is soms lastig. Als je sterk wordt, je wat sterker en dan gaat dat ook wel. Dan. Het is goed voor het milieu, je spaart een hoop geld mee. Je wordt er vet van. Het is goed tegen babyvet, is het. En zo is het. Paul, tijd om je prijs in de ontvangst te nemen. Jij gaat dadelijk achter Twan aan, Twan Kastelijns. Ja, de stress begint nu een beetje te komen. Je zit bij ploegleider Jan Boven zit je dadelijk in de auto. Ik ga even zitten. Hoe langer ik mag zitten, hoe beter. Oh, daar gaan we zitten. Twan Kastelijns! Trek hem nog 1 kilometer door, hè? 1 kilometer tot de bocht. En weer omhouden, hè? Hop, 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 hop. En direct die schouder omhoog, laat die benen knallen, jongen. Hop, jongen, hop, hop. Heel goed, het is over de 50. Dus en niet daarvoor die halen in, hè? Vooruit kijken. Kom op, die benen breken. En hoe was het, Paul? Vond je het mooi? Het is wel heel mooi, hoor. Zoveel mensen. Ik stond zelf ook helemaal stijf van de adrenaline. Hij met die auto scheuren, jongen, met één hand en één hand zijn microfoon. En dat was echt heel mooi. Zo, ja, dat was echt heel leuk. Ja, dat was echt heel leuk. Echt heel gaaf. Ja, dat was echt heel mooi. Ja, dat was echt heel gaaf. Ja, echt heel mooi. Gaaf keer dit maken, denk ik, hè? Niet helemaal. Het was echt een droom. Ja, dat was echt heel mooi. Zo, het is alleen veel te snel voorbij. Mooi zo, Paul. Heb je nog iets toe te voegen? Zin in maandag kan ik weer fietsen. Ja.